Sinds 1 januari 2015 is de jeugdwet van kracht. Het doel van de wet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat zij, samen met hun ouders of verzorgers in hun eigen omgeving, zo zelfstandig mogelijk problemen oplossen wanneer opgroeien of opvoeden niet vanzelf gaat. Werk jij in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Bijvoorbeeld in de GGZ? Of begeleid je kinderen of jongeren met een beperking? Ben je cliëntondersteuner, sociaal werker of thuisbegeleider? Dan ben jij een belangrijke schakel in het bieden van goede en verantwoorde hulp. Als professional ga je uit van de eigen kracht van het kind of de jongere en zijn leefomgeving. Met je collega's organiseer je de beste ondersteuning op het juiste moment, zo dicht mogelijk om hen heen. Dit vraagt van jou dat je goed bent in je vak en dat ook blijft. De beroepsregistratie van professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming ondersteunt dat. Je laat met die registratie zien dat je staat voor de kwaliteit van jouw vak en hierin blijft investeren. Door de beroepsregistratie weet iedereen wat jij in huis hebt en wat je professioneel waard bent. Maar er is meer. Het is belangrijk dat jij wordt ingezet op werkzaamheden waar je met jouw kennis en ervaring op een verantwoorde manier hulp kunt bieden. In de jeugdwet noemen we dit de norm van de verantwoorde werktoedeling. De beroepsverenigingen, brancheorganisaties en gemeenten hebben in het kwaliteitskader jeugd beschreven welke professional welke werkzaamheden mag uitvoeren en of daarvoor een geregistreerde professional moet worden ingezet. Hoe gaat beroepsregistratie in zijn werk? Professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming registreren zich in het BIG-register of in het kwaliteitsregister jeugd. Nog niet alle beroepsgroepen kunnen zich al registreren in het kwaliteitsregister jeugd. Wie dat nog niet kan, kan zich nu al wel vooraanmelden. Kijk nu of jij je al kunt registreren of vooraanmelden op vooraanmeldenjeugd.skjeugd.nl.